Jongens, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Content Veen aflevering. We staan hier in de prachtige stad die niet meer besmet is door het virus. En we staan bij mijn volgende bouwwerkje waar wij even aandacht aan gaan besteden. Vorige aflevering wilde ik namelijk beginnen met het bouwen van de rechtbank hier. Ik had al de kist geplaatst met de blokken die ik heb, wat dus eigenlijk helemaal niks is. Daar moeten we dus beginnen met nieuwe blokken halen. Maar dat ga ik niet zozeer echt laten zien of zo. Dat gebeurt gewoon. Ik bedoel, we zijn al inmiddels bij aflevering 150 of zo. Ik ga niet meer laten zien dat ik blokken ga slopen. Denk je zelf. Nee, maar voordat ik dat ga doen, wil ik heel even langs de boeren om te laten weten. Hey jongens, ik heb volgens mij nog maar 3 dagen de tijd, want ik had een deadline van 7 dagen. Ik ga hem bouwen. Dus kom morgen maar terug, dan zien jullie het resultaat. Ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben. Wat we hier gaan doen, ja, daar komen huizen zo. Ik weet niet of we daar ook vandaag mee gaan beginnen. Misschien in een dolle bui wel. Het is wel al 10 uur 's avonds dat ik nu begin met deze opname. Kunnen jullie dat zien? Ja, kijk. 10 uur. Maar laten we eerst even naar de boeren gaan. Het goede nieuws even brengen. Wat leuk om dan hier te landen met die boeren in plaats van helemaal ernaar. Ze staan er al. Ze staan er al. Oh, Jan is er deze keer ook bij. Hallo jongens. Ik wil... Nee, toevallig. Hey, daarheen. Wat doen jullie hier? Waarom staan jullie hier zo voor de stad? Yeah. Oh, het is weer door de weeks. Ja, het is weer door de weer. Dat ziet u. Ik ben weer boer. Ja, jij bent weer in je boerenoutfit in plaats van je advocaatsoutfit. Ja, en mijn goede maat, die is er ook bij. Ja, Jan, lang niet gezien. Hoe is het, Jan? Helemaal goed. Ja? Ja. Nou, top. Hé, maar wat doen jullie hier? Waarom zijn jullie bij het huis? We boeren aan watten. Aan wat? Een watten? Ja, watten, ja. Watten, wat is watten? Watten. Ja, die doe je in je oren. Ja, die doe je in je oren. Jullie zijn hier aan het watten. Ja, watten op jou, ja. Oh, wachten! Oh, ja, god. Op mij? Ja. Hoezo? Kom, doe maar mee. No. Oh, daar gaan ze weer, hoor. Ze lopen altijd zo mooi met z'n tweeën in een soort treintje zonder wat te zeggen. Oh, jongens, ik hoop dat het niet te lang duurt. Ik wil gewoon beginnen aan die rechtbank. Wat is dat? Nee. Nee, wat hebben ze gebouwd? Wat is dit? Oh. Pas op, spring! Ja, nou, ja, ik zie... Sorry. Martin doet het ook al fout. Hier, ja. Hier, hoppakee, dan gaat goed. Wat is dit? Neem plaats. Oh mijn god, hier, ik ga in het midden zitten. Ik ben, ja. Goed, ja, zo. Nou. Martin. Ja. Moet je maar. Oké. Okay. Welkom op deze persconferentie. Persconferentie? Ja, zeker. We staan hier op ons prachtige erf. Ja. Met een muur vol met quotes. Mijn favoriete is mooi zo groen, zonder die twee zie je ons niet staan. Wat is dit? Ik zie een trekker. Paul, wat een mooi ding zeg. Jan, wat is... Hey, hallo, hallo. Oh, sorry. Jan, wat is uw favoriet? Ja. Hallo. Wat is uw favoriet? Samen staan we sterk en samen zijn we zo. Samen staan we sterk en sterk zijn we samen. Ja, yeah. En eigenlijk, wat ik nog beter vind, is die daarboven. Wie niet ploegt, ploegt niet. Wie niet ploegt, het slaat nergens op. Wie niet ploegt, ploegt niet. Allemachtig, prachtig, 1 voor 1 en 1:30. Dit is nou mooi, man. Ook een F voor Fred trouwens, inderdaad. F voor Fred nog steeds. Verse aarde ruikt het best. Verse aarde ruikt het best. Ik zie een trekker Paul, wat een mooi ding. Ja, goeie Rip Frank, inderdaad. Goeie quotes allemaal. Ja, yeah. Maar goed, we zijn hier niet voor de quotes. Nee. Goed, want we zijn hier met een persconferentie. Ons motto is land omploegen, zaag het planten, ogen en genieten. Dat is ons levensmotto. Ja. Maar goed, waarvoor we hier samen zijn komen, ik geef graag een woord aan Jan. Nou, Jan. Nou, kijk, we zien er natuurlijk niet allemaal mee eens hier zo in de buurt. Marten, kan jij het misschien vertalen? Want ik kan Jan nog steeds gewoon niet goed verstaan. Oh, ja, wacht. Gebarentaal of gewoon normale taal? Doe maar gewoon normale taal, alsjeblieft. Oké. Nou, kijk, we zien er natuurlijk allemaal niet mee eens hier in de buurt. We zien het hier niet mee eens in de buurt. Jij kan het ook echt verstaan, dat is knap. Ja, ga verder. Jullie zijn het er niet mee eens in de buurt. Waarom mee eens? Dus daarom hebben we deze persconferentie staan. Ja? Nou, daarom hebben we die persconferentie staan. Oké. En dan gaan we even dingen even duidelijk maken voor jou. Dat je gewoon goed aan bij moet. Dan gaan we in ieder geval wat dingen duidelijk maken voor jou. Dat u in ieder geval de dingen ook op een reetje heeft. Ah, en dan wordt het allemaal mooi. Maar jullie gaan dingen voor mij duidelijk maken, omdat ik niet goed mijn best doe. Ja. Yeah. Correct. Oh, je zit in me! Ga uit me! Ga... Sorry. Maar niet uit. Maar ga maar weer op je plekje, het zat wel leuk zo. Nee, maar daarom staan we hier zo, met z'n tweeën, en dan wat dingen duidelijk maken. Oké. We staan hier met z'n tweeën om wat dingen duidelijk En wat zijn de dingen die jullie duidelijk willen maken? Ja, kom maar mee. Wacht, hashtag bietenberegering installatie 2022. Ja, dat is nog steeds een pijnlijke kwestie. Groot probleem, ja. Oké, nou ik loop mee, wat is het ding? Oh, wat is dat? Wat hebben jullie gedaan? Oh ja, dat is van mij. Ik heb in ieder geval een beetje de omleiding gezet. Daar wil ik graag mijn huis hebben. Daar wil jij wonen. Daar moet ik een huis voor jou bouwen. Goed, maar goed. Laten we even snel te zaken komen. Ja, oké. Okay. Vul me aan als het moet. Het wordt donker. Kijk. Het wordt donker inderdaad. Ja, kijk. We zijn er niet meer in met die route daar. Met die route? Nee, daar zijn we niet meer eens. Hoezo? Dat wordt een prachtige route naar de uitpost. Dat willen we net.
We willen niet geconnect zien en kwaadaardige gebeuren. Dat is niks kwaad, dat is van ons. Dat is gewoon een outpost van ons. Nee. Dat zijn allemaal rare muren en allerlei rare types, dat willen wij niet. Zijn nog grotere muren en nog radere types. Die staan juist in deze stad waar je naast woont. Nou goed, dat vind ik goed gemaakt. Dat vinden wij prima, maar wel onder één voorwaarde. Nou, tol. Ze moeten tol betalen. Yeah. Mensen moeten tol betalen aan jullie, lijkt mij. Over die brug daar. Die weg bestaat nog niet eens, maar die brug zou dus tol moeten... Flink. Flink tol. Mensen... Wat hebben jullie in gedachten? Nou, dat weten we nog niet zeker, maar er moet eerst geboord worden, zeg je net zelf. En daarna gaan we wat. Ja, hele pad moet nog mooi gemaakt worden en de brug moet nog überhaupt gebouwd worden. Dus ik vind het prima, maar dan moet ik ook een klein tolhuisje bouwen op die brug. Ja, dat klopt, ja. Yeah. Het wordt langzaam dag, jongens. Langzaam, het wordt ineens heel snel dag. Ja, dat is mooi, hè. Maar oké, prima, ik kan het wel regelen. Dan gaan we verder, we zijn nog niet klaar, hè. Oh. Nee. Okay. Dan denk de boom op. Ja, die tent. Willen we niet. Moet weg. Hoezo moet die weg? Dat is een iconische tent geworden inmiddels. Nee. Jawel, Wat wij daar willen? Nee, je gaat niet naar ons luisteren. Dit is onze persconferentie. Jullie staan niet wat wij daar willen, duidelijk. Is een trekkerparkeerplaats. Ja. Nee, hallo, daar gaat niet bovenop de berg een trekkerparkeerplaats komen. Nou, dat dient u zelf maar een klacht in, maar wij willen een trekkerparkeerplaats voor onze trekkers die willen we op de berg kunnen parkeren, dat die mooi te zien zijn vanuit het hele erf. Nee, niet daar. Dat is een te iconische tent. Ik wil prima een trekkerparkeerplaats bouwen. Echter niet daar. Dat komt dan sowieso op een plat gebied. Het is daar veel te heuvelachtig, dus daar hebben we ook helemaal geen ruimte voor. Nee. Daar passen jullie trekkers niet eens. Zeker wel. Die trekkers zijn grote machines. Oh, over machines gesprongen. Oh ja. Er gaat wel eens wat kapot, ja, hier in Boerland. Ja. Luister goed. Wij willen een werkplaats. Een mobiele werkplaats. Een werkplaats. Kijk, je hebt een schuur nodig voor Boer Jansen machines, maar die dingen gaan ook wel eens kapot. Die moeten repareren en die moeten mooi in de werkplaats worden gemaakt, ja. En krijg je ook nog een keer ooit betaald voor een van jullie... Ja, je krijgt eten voor alle inwoners. Een zakje bieten. Een zakje bieten krijg ik voor alles wat ik hier doe. Gaat het hard in? Ja, ik moest niet zien. Oh. Maar, ik ga mijn best doen. Ik moet 3 dagen om een rechtbank te bouwen, weet ik wat. Dus dat heeft prioriteit. Ja, nou, hier is geen deadline aan. Nee, we zijn nog niet klaar. Nee. Dit was het nog niet. Nee. Zeker niet. Kijk, als ik hier zo sta, kijk naar mijn sterren, ja? Ja. Dan staat er verderop een hele hoge toren. Ah, ik zie hem inderdaad. Die hoge, rare toren, ja. Willen we niet. Weg. Die moet ook weg. Ja. Ja, dat is gewoon... Nee, dat is gewoon vervuiling van ons zicht. De vervuiling van jullie zicht. En dat die drakending daar niet, dat zeker? Nee, dat is kunst. Dat is kunst, inderdaad. Ja. Nee, oké, die drakenvleugels in de verte. En wij houden van kunst. Dat snap ik. Maar wat nou als ik je zeg dat die tent ook kunst is? En dat nee, dat is geen kunst. Dat is geen kunst. Het is een tent. Dat is beschermd gebied. Daar kan je niks tegen doen. Nee? Nee. Maar dan zullen wij wel eens zien dan. Ja. Oké, maar dat was het. Dan pak je de kettingzaag en dan is je hele tent weg. Kettingzaag? Yeah. Ja, je weet dat soort dingen die je bent boomen. Ja. Nee, maar jij weet ook al niet wat de beregeningsinstallatie is. Dus ja, ik denk, dan ga ik mooi mee uitleggen wat ook een caddy zou bedienen. Goed, ik heb nog een eis. Nou. Kijk, we hebben heel mooi grond en we hebben mooi bieten, ja? Ja. Yeah. Wat missen we dan nog? Ja, aardappel, wortel... Piepers, inderdaad. Piepers. Oh, dikke piepers, ja, oké. Wij moeten dikke piepers hebben, die moeten wij ook op een mooi erfje krijgen. Ja, dat kan ik creëren. Ik bedoel, aan de overkant daar moet ook nog van alles gebeuren. Maar het ding is, ik wil heel graag verder hier, maar jullie eisen te veel van me. Ik moet ook nog daar allemaal aan de slag en zo. En dan komen jullie nu weer met de persconferentie en dan moet ik weer allemaal nieuwe dingen bouwen. Ja, ik kom zeggen, ik ga nu beginnen met de rechtbank. Dat wou ik even delen met jullie en ik ben in een persconferentie terechtgekomen. Waar ik geen zin in had. Nee, maar... weet je wat probleem is? Kijk, no. Jan en ik zijn goede man van elkaar, maar wie ook. Maar je hebt pech dat ik een advocaat ben en dat ik alles voor elkaar kreeg als ik wil. Ja, maar je bent ook mijn advocaat. Is het zo? Nee, ja, nou, weet je wat, het ligt... Nu val je door de mand. Nee, ik val niet door de mand, ik sta gewoon nog op het gras. Oh. Wat maak je altijd van die domme grapjes? Ja. Yeah. Oh mijn god. Maar wanneer je er nu toch bent, hè? Ik wil hier beneden ook een graansilo. Een? Graansilo? Ja. Weet je, maak even een lijstje voor, want dat ga ik niet allemaal onthouden. Zeg maar, die andere lijstje weg... is ook... Nee, maar hallo. Die andere lijstje ook niet klaar. Ja, die heb ik weggegooid. Ja, wat heb je dan aan een lijstje? Ja, doe even een nieuw lijstje voor me. Maak van deze muur hier desnoods een nieuw lijstje voor me. Nee. Kijk, ons personeel die komt het zo meteen allemaal ophalen, want dit was een mobiele persconferentie. Die gaat zo gewoon weer weg. Oké, maak dan ergens even iets wat ik gewoon, dat jullie aan kunnen blijven passen en ik af kan strepen, oké? Okay? Dat is goed, laten we die persconferentie afsluiten. Oh mijn god, ik ga wel weer zitten. Oh, wacht. Hey, die zijn omgedraaid. Goed, zijn er nog vragen? Nee. Ik wel. Vertel Jan. En wat voor tijdsbeperking? Wat? Oh wat? Wanneer heb je het af? Ja. Zo snel mogelijk.
Goedgekeurd? Ja, voel je er maar. Ja, dat moeten we over die keer, maar anders hebben we ook veel eten, hè? Nee, ik niet zo, maar ja. Als ze ja. tegen elkaar praten, versta ik zo helemaal niet. Oké, okay, nou dan... Nee, ik ga er vandoor. Nou, dan zou ik zeggen, wie die ploegt, die ploegt niet. Volgende week, ja. En ik zou zeggen, heel veel succes met uw werk. Dankjewel. Nou, jemig, hè, wat een persconferentie. Ik zal dit voor altijd onthouden, oké? Okay? Wij ook. Tot ziens. Mogen de bieten mooi groeien. Mogen de bieten mooi groeien. Samen staan we steeds, samen zijn we alleen. Ja. Mooi zo groen, zonder die twee zijn ons niet stom. Oh mijn god, ik krijg telkens meer hekel aan die boeren, maar toch vind ik zo wel leuk. Is de motto voor zo'n zware ja, ik snap het! Nu moeten we heel goed luisteren. Best. Oké, okay, jongens, wat een ding. Ze gaan waarschijnlijk die persconferentie nu slopen. En weet ik veel wat allemaal. Maar laten wij even wat blokken hakken. Zodat we beginnen met taak 1 van hun, namelijk de rechtbank. En dan kunnen we daarna gewoon weer het land op en een graansilo maken. Die toren weghalen. Die tent blijft staan. Dat is Julian's iconische tent. Kunnen niet slopen. Maar we eigenlijk voor nu af allemaal niet belangrijk. Wat nu belangrijk is, is dat ik meer van deze blokken heb. Dus laten we even een tijdje gaan vliegen en die gewoon ergens hakken. En dan zien jullie wel gewoon weer als deze kist wat meer vol zit. En dan kunnen we daarna beginnen met een mooie timelapse. A few moments later. Zo, we zijn inmiddels, laten we zeggen, 3 kwartiertjes tot een half uurtje verder in het leven, jongens. Het is namelijk inmiddels 11:15. Dus laten we zeggen, 3 kwartiertjes, half uurtje inderdaad. Dit is de setup die ik even heb gebouwd. Een paar kisten, letterlijk maar 4. Daar een shulkerbox met wat hout erin. Ik heb gewoon een beetje spulletjes van hier en daar verzameld door de stad. Er liggen zoveel spullen, ik ben eigenlijk alles kwijt. Maar af en toe vind ik weer wat. En het chestje, een mooie stonecutter, zodat we lekker steen kunnen knippen. Hier wat groene dingen. Zit heel raar onder in de kist, maar maakt niet uit. Hier heb ik wat leuke detailblokken. Hier nog meer hout. En dan hier tot slot heel veel calcite en diorite. Ik ben heel ver weggevlogen voor de calcite. De diorite heb ik gewoon uit kisten die ik nog overal en nergens had staan gepakt. Boomblokken heb ik allemaal gecraft met boommeel. Maar vooral de calcite ben ik heel blij mee. Want dat wordt merendeels van het gebouw. Want als je de vorige aflevering niet hebt gezien of dat hebt gemist. De rechtbank, jongens. Die gaat in dezelfde stijl gebouwd worden als dat de bank zelf, de geldbank, gebouwd. Het is niet hetzelfde gebouw of zo. Maar gewoon dezelfde stijl. Dus hier mooie witte blokken, mooie leaves. Dus calcite, diorite en gewoon glas en zo. Weet je, meer eigenlijk niet. En dan, als het kan, een mooi houten dakje erbovenop om de stijl nog terug te laten komen. Maar dit wordt een beetje de stijl. En dan meer puntachtig ook. Dus het wordt niet, ja, denk gewoon aan een heel ander gebouw. Maar met deze blokken wel gewoon. Dus ik ben benieuwd wat het resultaat wordt. Laten we er weer terug naartoe vliegen. Hoppakee. En dan beginnen wij met de timelapse van vandaag. En dat gaat een leuke timelapse worden. Ik ga proberen dit in één keer af te maken. Het voordeel is dat ik alleen de voorkant en de zijkant hoef te bouwen. De achterkant kan namelijk op strak tegen de berg gaan. En dan kunnen we nog zo ver gaan als we willen. Net zoals de bank. Die gaat ook heel ver de berg in. Hetzelfde kunnen we hier doen. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar goed. Je hoort de muziek al opkomen. Veel plezier met kijken naar deze timelapse. Ik hoop vanavond nog klaar te zijn. Het is maandag 11:15 s'avonds. Na deze timelapse. Als ik het niet ben vergeten. Mijn zaklamp gaat aan. Jemig. Waarom gaat mijn zaklamp aan? Hallo. Hallo. Waarom gaat mijn zaklamp aan? Ik hoop dat ik het niet vergeet. Maar ik wil naar de timelapse laten zien hoe laat het weer is. Maar voor nu veel plezier met kijken naar deze timelapse. 3, 2, 1. Jongens, daar zijn we weer. We zijn in het leven van Content Veen. En dat is logisch natuurlijk, want jullie hebben net de leuke timelapse gezien waarin ik de rechtbank heb gebouwd. En vooraf, ik weet niet meer hoe laat het was, volgens mij ergens tegen 10 of 11 of zo. Inmiddels is het 10:50.
s'nachts. En dan zou je denken, oh, dan ben je een uurtje of drie verder. Nee, het is 30 november. Oftewel, we zijn ongeveer, wat is het? 25, 26, 27 uur verder. Want ik begon hiermee op 28 november. Dus het is niet een paar uurtjes verder, maar daadwerkelijk gewoon anderhalve dag. Het is niet omdat ik zo lang hier aan gewerkt heb, maar er zijn nog wat andere opnames tussen gekomen. En weet ik wat allemaal. Dus vandaar dat wij gewoon nu eigenlijk anderhalve dag verder zijn in het leven. Maar dat maakt eigenlijk allemaal ook weer niet uit. Het resultaat, jongens. Kijk eens aan naar de prachtige rechtbank. Ik ben er blij mee. Leuke details zitten erin, zoals boven die blokjes daar. Zo, ik zal even een beetje van boven kunnen vliegen. Dat je dat beter kan zien. Even kijken. Ja, kijk, dat ziet er goed uit, toch? Ja, het is een heel apart gebouw. Eigenlijk een soort kunstwerk, vind ik het zelf. Het is, ja, een hele bijzondere constructie. Maar ik ben er blij mee. Laat nu even in de reacties weten, jongens. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het mooi geworden? Vinden jullie het niet mooi geworden? Laat maar weten. Ik bedoel, ik sta open voor alles, hè. Net zoals deze, weet je, af en toe moeten we onszelf een beetje pushen naar een limietje. Dat we denken van, nou, wat gaan we vandaag nou weer bouwen? Maar ik vind het echt een goed resultaat. Van binnen is hij ook mega groot als je hier binnenkomt, zo. En we kunnen natuurlijk nog uitbreiden in de muur. Daar. Maar zoals je kan zien, ik bedoel, heel veel dingen kloppen eigenlijk ook niet. Ik bedoel dat het raam zo hoog zit en hier zo hoog. Maar dat maakt niet uit. Dat kan je met het interieur heel leuk oplossen. Verder zijn er belangrijke dingen met je wel allemaal. En hij ziet er gewoon echt leuk uit. Met heel veel, echt propvol met details. Is dit gebouw er eventjes. Gewoon extra veel details. Maar goed, Martin en Jan kunnen erg blij zijn. Want het gebouw is af. Nu hoef ik alleen nog maar het interieur te doen. Ik heb volgens mij nog dag of twee hiervoor. En dan is mijn deadline zit erop. Nou, het enige wat ik hoef te doen is hier, laten we even zeggen, tot en met dit randje hier een soort entreehalletje te maken met een wachtruimte, weet ik veel wat. En dan kom je hier gewoon gelijk in de grote zaal. Dan heb je hier bankjes allemaal staan, zo. Dan hakken we dit even wat verder weg. En misschien een beetje rond dak, zo. Aan het einde waar de rechter zit, dan waar de jury's kunnen zitten, weet ik veel wat allemaal. Gewoon echt een typische rechtbank gaan we maken. Oh, dat gaat spannend en leuk worden. Ik ben nu hartstikke moe. Het is natuurlijk al 1 uur, wat behoorlijk laat is. Maar voordat ik ga slapen, voordat ik lekker naar mijn bedje toe ga, jongens, wil ik eigenlijk ook nog even de vloer daar helemaal van steen maken. Want nu dat zo is, weet je, dat witte steen matcht zo niet met dat platgestampte deur daar. Dat kan gewoon niet. Dus laten we deze blokken even die ik in mijn inventory heb wegdoen. Oh ja, ook nog een leuk dingetje. Ik heb tijdens de timelapse moest ik nog een keer overal calcite halen, omdat ik weer te weinig had. En kijk hoeveel ik inmiddels heb. Ik heb zo belachelijk veel gehakt. Ik moest echt 2 miljoen kilometer ver weg vliegen. Maar dan is het resultaat wel mooi. Zo, laten we dan hier beginnen. Kan ik dan gewoon alles weghalen? Ja, ik ga gewoon alles weghalen. Daar gaan we. Oh, het deurtje moet weg, want we gaan het vervangen voor steen. Ik wil die vibe van het steen wil ik hier gewoon al hebben. Die goede vibe. Want dit hier ook nog eventjes weg zo. Kijk, het leuke is dat het zeg maar een beetje uitsteekt. Dus het wordt een beetje net zoals echt heel stedelijk weer. Zoals ik het altijd wil hebben. Niet te perfect symmetrisch. Want het was gewoon niet in de middeleeuwen. Ook al hadden ze niet zo'n witte rechtbank waarschijnlijk in de middeleeuwen. Maar dat maakt niet uit. Gaat om het idee. Beginnen we met cobblestone. Vervolgens met een beetje normaal steen. En daarna maken we het natuurlijk af met de kobbel of de stone brick. Oeh, dit is niet mooi. Zo, hoppakee, kijk. Zo, oké, laten we even slapen. Zodat we dan kunnen kijken hoe het er nu uitziet. Want als het goed is, ziet het er wel een stuk mooier uit. En, oh ja. Ja, jongens, dat matcht dan meer met de rest, hè. Nu dat pad daar gewoon mooi is. Oeh, dan moet ik dat daar ook nog eventjes mooi maken. Eigenlijk moet dit pad ook gewoon nog steeds. Dat heb ik gewoon nog steeds niet gedaan, terwijl het er al zo lang staat. Maar dat doe ik wel zodra ik weer verder ga met dat gebied, weet je. Dat ik dat gewoon helemaal ga detailleren. Maar, dit ziet er al zoveel beter uit. Imagine daar ook nog die huizen zo iets lager dan de rechtbank. Zodat de rechtbank er echt bovenuit steekt. Ik denk dat die ongeveer tot dit niveau hier komen. Nou, dat gaat leuk zijn, hoor. Voor die eerste wat lager en die tweede wat hoger, weet je, dat je echt hoogteverschil erin hebt. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Gaan we dit pad ook even aanpassen, hoor. Zo, ook weer gedaan. Ziet er ook gelijk een stuk netter en beter uit. Dit pad hier moet ook nog een paar dingetjes aan veranderd worden. Zoals dit gewoon weer netjes zo. Dat had ik een beetje aangepast. Maar dat mag ook gewoon weer netjes worden. Daar zit ik alleen nu met het punt, jongens. Wat gaan we met dit muurtje hier doen? Ik dacht misschien aan of een beetje laten inkepen. Waardoor hieronder nog een soort grotachtig iets zit. Niet heel groot, echt heel klein. Om daar vervolgens wat kraampjes te plaatsen. Of weet ik veel andere leuke dingen. Gewoon details wat tonnen en zo. Of we bouwen nu gewoon palen. En we laten het lijken alsof de huizen staan en zo. Gewoon, maar dan hoef je alleen de voorkant te bouwen. Ik denk dat dat wel een heel lijp gevoel kan geven. Als je hier nog meer van die nephuizen bouwt, weet je. Laten we dan eerst even deze vines weghalen. En dat kan gewoon heel snel op deze manier. Hoppakee. Oh jongens, wat ben ik moe. Maar waarom blijf ik doorgaan? Ik weet het niet. Ik ben zo ontzettend moe. Ik merk echt aan mijn ogen dat ik echt zo een beetje Minecraft zit te spelen. En ook vooral aan manier van praten. Dat ik gewoon minder makkelijk uit mijn woorden kom. Dat merk ik altijd als ik moe word. Dan zit ik altijd echt gewoon onzin te brabbelen. Even goed wil ik even kijken of ik zo'n huisje mogelijk half alvast kan bouwen, weet je? Even kijken wat ik voor elkaar kan krijgen.
Welke stijl doen we het? Weet ik niet. We doen wel eerst even met hout kijken. We moeten nog even één zo'n randje hier weg. Even één extra subtiel randje. Zo. Hoppakee. En dan zouden we bewijzen van met hout. Even kijken hoor. Oh, wat ga ik proberen? Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit zal zien. Het is even een heel impulsief idee, jongens. Zo. En dan nu 5 breed. Zo, hoppakee. 1, 2, 3. En dan hier weer 3 breed. 1, 2, 3. Toen, 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 toen. Oké. Zo. Hoeft daar ook helemaal niet hoog te zijn of zo, weet je. En dan hier in het midden ook weer gewoon zo. Dat je hier de ingang kan. Oh god, ik ga alle blokken pakken. Ik heb een idee, jongens. Als in mijn idee wordt groter in mijn hoofd. Ik merk het. Kijk, en dan doen we zo, zo. Dan vervangen we die. Gaan we even allemaal weghakken. Om dat vervolgens een beetje een mix te maken van steen en cobblestone. Zo. Hier ook weer. Hier precies hetzelfde. Oh, leuk Minecraft spelen om 10 over 1. Mijn favoriet. Ah, ik doe het zelf, hè. Mag eigenlijk ook niet klagen. Gooien we een deurtje erin. Tonk. Hoppakee. Gooien we wat glas erin. Het enige is dat je duidelijk ziet dat daarachter nog niks zit. Dus dan zou ik even in theorie dit zo weg moeten hakken, zo. Gewoon letterlijk zoals dit. Dat het gewoon even een heel simpel hoekje is. Wat lampjes plaatsen. Zodat er licht binnen is. Hoppakee. Hoe ziet dit er... Kijk, dit ziet er toch wel leuk uit. En imagine dat het nu even wat hoger is nog. Nou, kijk, nog wat meer details erbij. Kan altijd geen kwaad zo. Die hier, die hier, die hier, die hier. Zo. Nou, leuk. Gooi er bovenop nog even dit. Dit, deze en deze. Leuk. Slap, 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 slap. Trapdoor, slap, trapdoor, slap. Nog een trapdoor. Ja, dit gaat perfect worden, jongens. Dit gaat gewoon het muurtje hier opvullen. Zo simpel iets. Gewoon echt letterlijk het meest simpele huisje ooit. Maar je hoeft toch alleen maar de voorkant te maken, weet je? Dus wat boeit het? Je gooi hem hier 4 hoog in plaats van 3 deze keer. Dus 1, 2, 3, 4. Nog eentje hoger, dus 5 hoog gooi hem deze keer. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Oké, dan komen we al bijna tegen het bovenrandje aan. Kunnen we hier zometeen al na gaan denken over een dak. Maar eerst nog heel even dit gare randje hier weghalen. Zo, hoppakee. Alles heel even carven. Dat het mooie hout wordt. Welke kleur ga ik hier gebruiken? Ik denk niet wit, want dan heb ik wit op wit en dat kan niet. Ik denk dat het leuk is als ik dan... Of sandstone, om een beetje een switch te geven tussen blokken. Of gewoon de granite, het rode blok. Maar omdat dit al een rood huis is, denk ik dat het wel eens leuk is om hier toch nog een sandstone kleurtje aan toe te voegen. Om het lichte contrasten van te houden, denk ik. En heb ik nog genoeg zand? Volgens mij wel, hè? Ja, ja, let op, let op. Volgens mij heb ik hier bij mijn kiesjes bij de boeren, even kijken, een heleboel zand. Oh nee, helemaal niks. Een heleboel granite, die ga ik sowieso meenemen. Oh, ik kan maar 3 stacks meenemen. Waar had ik dan laatst... Ik had laatst heel veel zand ergens gezien. In mijn eigen kisten, maar waar? Moeilijke vraag. Niet in de zandopslag. Dat weet ik zeker. Misschien in mijn oude huisje daar. Daar heb ik namelijk nog wat kistjes liggen met spulletjes die waarvan ik dacht, ga ik nooit meer nodig hebben. Maar misschien dat ik daar gewoon mijn zand heb achtergelaten. Ah, kijk. Daar is al het verloren zand. Kunnen we sandstone van maken? Omdat... Oeh, wacht trouwens. Nee, daar moet ik smooth sandstone van maken. Dus dat nemen we even mee, al dat zand. Even kijken hoor. Moet ik dat dan smelten? Oh, volgens mij moet je dat smelten. Oh, wat een irritant taakje waarschijnlijk. Dan moet ik sandstone maken. En volgens mij moet ik die sandstone moet ik dan smelten. Ja, de sandstone die moet je smelten. Nou, laten we dat maar even doen dan. Oh, dit gaat nog wel even duren. Dus we wachten even. Nou, trouwens, ik heb nu 2 stacks smooth sandstone. Daar heb ik op zich denk ik wel genoeg aan voor nu eventjes. Of letterlijk, ik heb echt maar heel weinig nodig. Dus we gaan niet wachten. We gaan dit gewoon gelijk gebruiken hier. Kijk. Zo, dit kunnen we gewoon allemaal alvast plaatsen, jongens. Ik weet niet wat ik zo moeilijk deed net. Plaatsen we hier ook glas in. Volgens mij heb ik echt precies genoeg glas. Ik heb er namelijk nog 6, 2, 4. En dan hier de laatste 2, 6. Hoppakee. Doen we er even wat bloemetjes bij, zoals dit. Met een sign hier er tegenaan. Trapdoor hier. Trapdoor hier. Zo. In het midden doen we hetzelfde, maar dan ietsjes breder. Dus toen, toen, toen. Sign, sign, sign. Trapdoor hier er tegenaan. Trapdoor hier er tegenaan. En dan hier weer gewoon precies hetzelfde, maar dan weer in het klein. Sign, trap. Lief bedoelde ik, sign er tegenaan. Trapdoor, trapdoor, juist. Kijk, dit ziet er leuk uit, hè? Gezelligheid allemaal. Gaan we heel even snel hierop, want dan moet het dak gemaakt worden. Oeh, die trapdoors heb ik niet goed geplaatst, zie ik nu. Die moeten eentje lager. Want hier moeten de stairs komen. Dus dat betekent dat de trapdoors hier moeten. 1 blokje lager. Zo, sluiten we dit allemaal netjes aan. Dan ga ik denk ik deep slate gebruiken aan de binnenste rand. Ook al, ja, denk aan het binnenste randje. Zo zou ik hier gewoon netjes doen.
Toenk zo. Doe er even een simpel dakje op wat matcht met alle andere daken die ik tot nu toe ooit gebouwd heb. Dit weghakken. Deze blokjes mogen dan weer terug. Hier, volgens mij had ik die zo gedaan. Even kijken hoor, hoe gaan we het dak doen? Want hij moet niet te hoog worden, want ik heb niet meer zoveel ruimte. Dus ik kan hem wel gewoon tegen het plafond aanbouwen. En dat het lijkt alsof de het huis in de grot is gegroeid. Ook al kan dat natuurlijk niet. Maar laten we even kijken tot hoever we dit kunnen gebruiken. Je komt nu al bij het probleem dat het gewoon niet past. Oh jee. Ja, dan wil ik het klein maken. Dan bouw ik het waarschijnlijk nog steeds te groot. Zo. Ik denk dat dit op zich wel cool kan zijn. Als het echt tegen het randje aankomt daar. Zelfs aan de andere kant. Komen we maar op één manier achter, hè? Gewoon doen. Even het dak afmaken. Oh, ik heb iets verkeerd gedaan hier, volgens mij. Wacht even hoor. Oh, ik zie het al. Die daken kloppen niet zo. Mogen deze blokjes hier weer weg. Hier komt ook sandstone. Ik had echt niet meer nodig dan het aantal sandstone dat ik had. Ik had echt gewoon precies genoeg. Gooien we hier nog even zo eentje. Met daar weer een dingetje. Ja, dit ziet er leuk uit, jongens. Oh, wat een goed resultaat. Dan nog wat leuks, jongens. Even wat anders. Er komt binnenkort een leuke video aan over Content Veen. Want Content Veen is namelijk over ongeveer 10 dagen of zo. 1 jaar oud. En heb ik het niet over Content Veen in het algemeen. Content Veen seizoen 2. Deze stad is dan 1 jaar oud. Dan wil ik een leuke special maken met een rondleiding. En ja, dit zit eigenlijk gewoon volgens mij een rondleiding wil ik doen. Vooral. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie er dan van vinden. Dan gaan we de hele stad gaan we nog even een keertje goed doorkijken, weet je. Oh, nee, wat doe ik nou? Gewoon 1 jaar oud, hè. Dat is echt bizar. Dat is echt heel bizar. Hier, het eindresultaat zal dan een beetje zoals dit zijn. Ik kan het moeilijk laten zien vanaf de hoek waar ik sta. Maar ja, dat is uiteindelijk het ding. Vanaf een andere locatie ga je het niet echt zien. Kijk, en nu zie je duidelijk hierachter dat het gewoon nog niet klopt. Weet je, dat het gewoon dit allemaal leeg is. Dus dan zou ik dat ook, zoals hier beneden, gewoon eventjes moeten hakken zo. Puur voor het idee. Kunnen we misschien maar ook gewoon even gelijk doen. Volgens mij ziet het er dan... Oh ja, kijk, dan ziet het er al veel beter uit. En dan imagine dat er dan ook daar nog een huis is die iets dunner is. En daar ook. Dan is het net alsof er gewoon nog veel meer ruimte hierachter is. Wat er eigenlijk helemaal niet is, weet je. Het is gewoon een scam. En kijk, het loopt daar natuurlijk mooi over. En dat moet ik uiteindelijk nog met details en rotsen die uitsteken. En meer blaadjes zoals dat doen. Misschien dat we even van een afstandje kunnen kijken. Ja, maar kijk, dat is toch zoveel leuker dan gewoon zo'n kale muur daar. Dus gewoon zulke huisjes daar plaatsen. Ja, daar ben ik het al mee eens. Die klont liefst daarboven ben ik het nog niet helemaal mee eens. Maar het feit dat daar een gebouw gaat komen wel. Of gaat komen, nu staat en dan nog leuker kan worden gemaakt. En hier uiteindelijk nog een gebouw naast kan komen. En hier nog een gebouw. Of hier dan misschien juist de grot. Die een beetje zo rondloopt met daar kraampjes en weet ik voor wat allemaal. Heel leuk. Hele leuke dingen. Ja, jongens, nu we toch nog tot zo laat bezig zijn, gaan we gewoon vanavond deze video afmaken ook. Laten we wat klusjes van de boeren afmaken. Zouden ze al... Oh, ik wil ze niet spreken of zien, dus laat ik er even overheen vliegen. Ik hoop dat ze ergens een to-do-lijst voor me gemaakt hebben. Ik denk het waarschijnlijk niet. Nee, ik denk het niet. Maar ik weet nog wel dat ik die toren daar in de verte weg moest halen. Dit pad wilden ze niet, maar die blijft dus wel. Door een tolhuisje moeten gemaakt worden. Nou, die gaan we nu niet maken. De tent laat ik wel staan. Oh ja, en hier wil boer Martin zijn huis hebben. Hier komt het huis van buur / advocaat Matten. De groeten. Ja. Oké, okay. Maar goed, laten we eerst die toren weghalen. Dat is een oude farm van volgens mij Maurits of zo toen destijds. Maar ja, die staat hier al zo lang. Of die is al, ja, weet ik wat. Die kan inmiddels wel weg, weet je. Laten we dit rare constructiedingetje even weghalen. Ze zien het ook echt net aan. Kijk, die molen zie je al bijna niet vanaf hier. Wat een zeurpieten zijn die boeren, hè? Zo, het glas hier boven is helemaal weg. Nu hoef ik alleen maar dit te doen. Even checken. Ja, alles is weg. En nou, dan gaan we het torentje helemaal slopen, denk ik. Gewoon, simpeler kan ik het niet maken. Zo, dat is ook gedaan. Even kijken. Van afstandje hebben ze zijn nu een mooi uitzicht. En dat is wat ze wilden. Ze vonden de toren geen mooi uitzicht. Oh, als dat gebied daar een beetje klaar is, kan ik ook weer lekker verder met het boerengebied hier. Kan ik ook gewoon weer hier lekker dingen bouwen en zo, weet je. Daar heb ik ook wel zin in. Het is hier namelijk ook nog lang niet af. Ik heb hier echt nog maar 2 video's aan gewerkt aan dit gebied. Dit gebied hier is allemaal maar 2 video's. Moet je nagaan hoe weinig of hoeveel het eigenlijk al is in maar 2 video's. Ik weet dat ik nog 2 video's eraan kan besteden. Hoe leuk het dan hier allemaal kan zijn. Dat we gewoon echt even bam. Nog minder aan werken. Maar nu jongens gaan wij deze video toch afsluiten. Want ik ben moe. Ik wil lekker naar bed. En dan heb ik hem toch nog anders. Dan heb ik er 3 dagen over gedaan. Of 4 dagen of zo. Weet ik veel over deze video. En dat vind ik dan eigenlijk te lang worden. Want dan duurt het weer te lang voordat hij online kan komen en zo. En dan worden jullie allemaal boos op mij. En dat wil ik niet. Dus jongens, dank jullie wel voor het kijken deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Reageer even wat je van de video vond. Sorry als hij misschien wat korter is. Ik weet eigenlijk niet hoe kort hij is. Maar ik heb echt mijn best gedaan met de rechtbank. Alleen dat kost gewoon tijd om dat soort dingen te bouwen. Zeker als ik het ook nog druk heb met de andere video's en zo natuurlijk. Maar goed, dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Want dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je die nou gemist? Moet je hem even kijken. Je bent helemaal up-to-date met waar alles over gaat in Content Veen. Echt een leuke video. En nu spreek ik laat glaasje water, telt 4 flesje bier. Het is midden in de nacht, dus we gaan fluisteren. Yeah!